dan na afloop van de wedstrijd tussen de zaterdag 1 van FC Liende en de veteranen praten we even met een aantal mensen. Ook aanwezig is weer gelukkig Rob Blijleven. Die kwam zo eventjes langs. Rob, ja, je hebt niet meegevoetbald, hè? Nee, nee, dat ging even. Ik was net terug van vakantie. Ik had nog niet getraind, dus het leek me verstandiger dat ik even dat zo stop. Maar nu heb je Kees dus hier bij ons zitten. Wat vond je van Kees? Nou, Kees is van de heftruck afgehaald en die hebben ze hier neergezet. En je hebt het gezien tijdens de wedstrijd. Kees speelde hartstikke goed, toch? Kilo's Kees, erbij. Kees, oh, ik denk, waar komt al die energie vandaan, jongen? Ik heb zoveel energie aan niet, hoor. Ik was kaas kapot. Hoe kan dat nou? Ja, ik doe al 9 jaar niks meer. Thuis ook niet? Nee, helemaal niet. De jongens, mijn zoontje en de jongens een beetje trainen en voor de rest niks hoor. Het is zo jammer voor je vrouw dan? Ja, vraag het maar aan haar. Dat is stasse. Ja, dat durf ik niet te doen, maar dat zien we dan wel. Hé hey Rob, er zijn toch nog een aantal andere mensen. Zullen we er nog een paar op gaan zoeken? Kijk, hiernaast hebben we Loetje zitten. Maar Loet is 67 jaar, Loet, zeg ik dat goed? Ja, ik was 67. Volgende maand. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vond hem een van de fitste. Ik dacht in het begin, hij blijft de hele wedstrijd erin, Hans. Maar... Ja, dat had ik ook verwacht, Maar die coach van jullie, die grote? Nee, Jim die mot mij niet, snap je? Die mag mij niet. Is zo jammer, hè? Want je bent toch een waardevolle aanvulling voor al die veteranen. Die wou mij laten lopen, maar... Jimmy niet? Nee, er was een beetje oneenigheid in de... In de geleden. In de geleden. Ja. Rob, ben je het daar mee eens? Want Loet had best meer speelminuten verdiend, denk ik. Ben ik helemaal met Loet eens. Want hij is een van de fitste spelers, wat ik net al eigenlijk zei. En hij had veel meer speel moeten gaan. Dus wat Diet en Jim hebben gedaan, dat is niet, vind ik niet goed. Dat is ook misschien de reden dat we met 2-1 hebben verloren. Want ik weet zeker dat hij anders op, als hij de laatste kwartier nog had gespeeld, dat is hem erin geschoten. Ja, het is jammer. Goed, we kijken even verder op. En een aanvoerder, hè? Ja, natuurlijk. De band heeft hij om. Rood, wit, blauw. En nou... Denkt dat je een beetje blauw gaat worden? Dat denk ik ook. Ja. Ik was kaas kapot. Marcel Moeilijk speelde vorig jaar nog in het eerste van de zaterdag hier. Heeft in het verleden in het betaalde voetbal altijd gespeeld. Woont hier in Liende, kind van de club eigenlijk. En heeft vandaag ook volledig meegedaan. Volgens mij de volledige wedstrijd. Een paar minuutjes hebben ze hem er even uitgehaald. Ik dacht eerst, die zit ergens op Kreta of zo, Marcel? Nee, mijn schoonouders zitten ergens op Kreta. En word je niet uitgenodigd in de Kreta? Jawel. Marcel, hoe beviel dat weer, een wedstrijdje voetballen? Nou, goed. Nee, ik speel hier natuurlijk een beetje in de vriendenhelftal bij Liende. En dat is elk weekend super. En de derde helft kan ik ook van genieten. Maar dit is ook leuk, met oude maatjes en nog wat oudere spelers. Dat is hartstikke leuk. Ja. Jij kent Marcel al heel lang natuurlijk, Rob, hè? Ik ken hem een poosje. Ik ben ook nog een poosje teammanager bij Dovo geweest. En daar heeft hij dus ook nog gespeeld. Toen kwam hij samen met Marco Holster bij Coed vandaan. Zeg dat goed, toen de tijd. Daar ken ik nog van. Maar ja, Liende en Veenendaal is kort bij elkaar. Dus het is ook logisch dat hij hier ook weer de laatste jaren in Liende heeft gespeeld. En nog steeds, hè? 45 jaar en nog steeds. Volop een jonge god. Ja, zeker weten. Ik was kaas kapot. Nou, dit noemen we ook wel de keeper met de tieten. Even een beetje een cupje. Ja, zeker wel een beetje hoor. Zeker een beetje. Ja, nou, het ziet er trouwens wel leuk uit, tezamen met die mooie tattoo. Hè? Vind je? ik weet het niet. Ik heb er geen. Je hebt er een aantal. Ja, je moet wat met je lichaam. Als je niet in vorm krijgt, dan moet je er wat anders op plakken. Over in vorm gesproken, hij was wel in vorm, Rob, hè? Ja, vol tegenvallen vandaag. Eentje doorgelaten? Nee, 2. Oh. Ja, dat maakt niet uit. 3-1 is het geworden. 3-1, oh, ja. 3-1 geworden? Ja. Jij haalt het net over 2-1, maar dat is niet aan de orde. Ja. Toch ook? Ja. Ik dacht als keeper zijnde, dan heb je gewoon... Maar die andere jongens, die kunnen dat niet meer belopen, ja. Ah, daar zit het hem in. Het ligt niet aan jou. Nee, zeker nooit. Ik zou niet met die jongens meer willen spelen. Nee, ik moet volgend jaar ook goed denken of ik het nog wel een keer wil, hoor. Je hebt groot gelijk. Maar je bent van harte welkom, volgens mij. Ik was kaas kapot. Rob, we gaan even de kleedkamer binnen. Het is, kijk eens hier. Hé, een van de betere vandaag. Arjan. Onze nummer 9. Nou, Arjan, onze nummer 9. Ja. Nummer 9? Ja, nummer 9. Maar ik stond op 10. Je stond op 10? Ik stond op 10, maar ik was nummer 9. Maar wel iets te veel kilootjes, maar...
Ja. Maar snelheid zit er nog steeds in, Arjen? Nog een klein beetje. Een klein beetje. Niet te veel meer. Niet te veel meer. Alles rustig aan. Alles op zijn gemak, hè? Alles rustig aan. Wat een leuke pot. Ja. Hey, en dan hebben we er hier ook nog de nummer 29. En die kende ik in eerste instantie niet. Maar dat blijkt Hans van der Haar te zijn. Hans, je was wel kapot maar een tijdje. Ja, je vroeg om vervanging. Onbegrijpelijke wissel van onze trainer. Hoe heet hij ook weer, onze trainer? Ja. Dietrich Saaij, onbegrijpelijk. En je zag het daarna ook, het ging gewoon niet beter. Ik hoor veel meer klachten over die Dietrich Saaij. Ja, nee, het is het enige wat hij zegt, loopt niet in de trechter. Ja, weet je, daar kunnen wij niks mee. Wij zijn een hoger niveau gewend. Tuurlijk. Dus hij moet meer inhoudelijk worden. Ja, misschien een leer voor de volgende keer voor hem. Ja, of misschien moet je een keer nadenken over een andere trainer. Maar goed, dat is... Ja, maar ja, dat kost een paar centjes natuurlijk. Dan houden we hem nog even. Ja, maar hij is wel gezellig hoor. Dus, juist. Ja. De derde helft is hij altijd goed, hè? Ja, ja. Ja, en over mijn snelheid gesproken, ik ben nog steeds sneller vroeger. Alleen iets sneller moe. Dat is het enige. Dus, ja, sneller is sneller. Ja. Of dat het nou positief of negatief inderdaad, is. Ja. Hey, geniet van de kliniek straks. Ga ik doen, dankjewel. Eens even kijken. Robbie, kom eens hier. Want hier hebben we onze keeper. Onze keeper. Het leuke verschil van deze twee mensen is, hij is een stuk ouder. Alleen hij heeft 35 minuten gespeeld. Hij is een stuk jonger. Hij heeft 2 minuten meegedaan. Dat vind ik wel een leuk iets. Ik heb je niet gezien in het veld, Jimmy. Ik was geschorst. Ik had gisteren te veel bier op. En toen heeft de trainer mij eruit gegooid. Of was je door je vrouw geschorst? Nee. Komt dit live op televisie? Live. Niet door mijn vrouw. Niet door je vrouw. Ik ben nieuw. Ook niet geschorst? Of je gekiept? 1 helftje gekiept. Ja, eerste helft. Ja, eerste helft. Ja. Was de beste helft. Ja, uiteraard. We spelen 1-1 en in de keu laten gewoon 2 door. Onbegrijpelijk gewoon. Dat is gewoon niet te bevatten. Had je niet gewoon kunnen blijven staan? Mocht daar weer niet van die zaaien. Maar dat had ik met de trainer afgesproken. 1 helftje. 1 helftje? 1 helftje. En dan is er ook een gelijkspeel en dan kun je verpest het gewoon weer. Dus dat is niet normaal. Dat hebben we nooit uit moeten halen. Nee, eigenlijk niet. Maar ik had met de trainer afgesproken hoor. 1 helftje. Genoeg. Rob, ze spreken van alles af, hè? Maar er komt niks van aan. We hadden 2 keepers en afspraakspaars. 1 de 1 helft, de ander de 1 helft. Okay. Tuurlijk hadden we dat veel langer moeten laten staan. Maar ja, dat vind ik. Zaaien denkt dat hij alles beter weet. Ik was kaas kapot. Aan de cola. Ik dacht, Rob, kom eens even hier. Want ik dacht dat al die oude voetballers, dat die dus na afloop even een biertje gingen drinken. Nee, dit is even voor de televisie dat hij een colaatje neemt. Want we gaan straks naar de kantine en dan gaan we wel een biertje drinken. Maar het is nog vroeg, hè? Het is 2 uur, 2:30 is het nu. Dus we gaan straks lekker even een biertje drinken met z'n allen. Ja. Eerst even de suikers aanvullen. Ja, juist. Je hebt aardig wat speelminuten gemaakt, of niet? Ja, genoeg. Ja? Genoeg. Ja, nee, dat is toch zo. We verdelen het goed. Ja, en dat functioneert goed. Als je een beetje blijft verdelen, dan blijf je een beetje ophalen. Een beetje doorwisselen en dan redden we tot het eind. Heb je nog wel genoten, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Al die jongens weer bij elkaar, oud-gediende. Ja. Elk jaar weer een feest. Moeten we erin houden, hè? Dan moeten we erin houden, zeker. Ja, ja. En dat gaan we ook doen. Ja, ik ben ervoor, hè. Toppie. Ja. Nog zo'n sterke verdediger hier. Ja, hey vriend. Hè? Ben je een beetje moe? Ik kan gaan staan. Nee, blijf maar even zitten, want dat heb je verdiend. Nou ja, ik ben volgens mij wel... iedere keer hoop ik dat Hans niet meedoet, Hans van der Wieren. Want dan ben ik de oudste. Maar ja, oké. Hij doet wel mee, dus dan ben ik de ene oudste. Maar ik heb nog lekker gebald. Ja, ik dacht het ook, hè. De techniek zit er nog steeds in, hè? Ja, dat verleer je niet. Dat verleer je niet. Nee, alleen de snelheid een beetje misschien. De slimmigheid hou je, maar de snelheid gaat er wel een beetje af. Ja. Maar we hebben het nou redelijk gedaan. Volgend jaar weer als 1A oudste. Nee, ik hoop nog steeds dat Hans daar niet meedoet, want ik wil een keer de oudste zijn. Dan zorgen we dat hij geblesseerd is. Kijk, dat moet ik horen. Daar hou ik je aan, hè? Ik regel het. Ik schop hem tegen zeker. Ik ga nog in trainingskamp voor volgend jaar. Jij zorgt dat Hans niet meedoet.